Vandaag hier in Elisabethsdaal de benefietmiddag. Patrick rent voor Kika. Omroep Dommeland, het nieuws uit uw regio. Patrick rent voor Kika. Kun je daar iets over vertellen? Hoe is het allemaal zo gekomen? Nou, dat is eigenlijk begonnen in 2008. Toen heb ik een dubbele hernia gehad. Ik had ook zwaar overgewicht en ik wilde iets gaan doen, sportiever gaan doen, aan mijn gewicht werken en zorgen dat ik geen rugklachten meer kreeg. Ik ben veel gaan wandelen, heel veel, uitgemond in Vierdaagse van Nijmegen, meerdere Kennedy-marsen, uiteindelijk meer gaan sporten, fitness, spinnen en op een gegeven moment ben ik gaan hardlopen en ik kon in één keer 10 kilometer lopen. En 2016 resulteerde in mijn eerste marathon. Toen dacht ik van, nou ja, ik wil graag 3 lopen. New York lijkt me wel erg vet om dat te gaan doen. Maar hoe kom ik daar? En als je New York wil gaan lopen, nou, dan moet je ingelood worden. Ja, daar had ik eigenlijk niet zo zin in om daar jaren op te moeten wachten. Toen ben ik verder gaan kijken. Ik kwam Kika tegen. Via Kika naar New York te gaan. Sponsorgeld ophalen. Op mijn werk deden ze al ooit al op de 6. Nou, dus ik dacht, oké, ik wil ook wel iets voor je goede doel gaan doen. Ik vond het heel spannend om 6.000 euro op te gaan halen. Zo. Dat ging reuze makkelijk eigenlijk al. Ik vond het heel spannend, maar binnen 4 maanden had ik al 10.000 euro. Ben ik eerst naar Berlijn gegaan en toen naar New York om daar lekker vrij van alles te genieten. Ja, en toen was het om. Mevrouw, is het een beetje gezellig hier? Zeker weten, het is altijd gezellig hier. Ja? En u heeft flink wat loodjes gekocht? Ja. Dat hoort erbij toch? Dit is toch een goed doel. Heeft u wel vaak prijs? Ja, ik heb gewoon met de bingo hier hoor. Dat heb ik al eens vaker. Ja, ik denk dat het nu wel gaat lukken. Ja, ik hoop geen prijs. Dus jawel, jawel. Dat komt goed. Ja. Dat beloof ik. Dankjewel. Ja, ik doe de veiling vanmiddag. Oké. Ja, de spulletjes van de PSV. Mooi t-shirt. Het zal niet veel opgeboden worden op PSV, denk ik. Ja, ik ben van Feyenoord, sorry. Maar ja, goed, PSV is ook goed hoor. Iets van chocolade. Hey, dat is... Heel goed. Ja? Ja. Het is lekker druk, dus het gaat goed. De veiling, de eerste veiling was ook goed gegaan. Dus ja, we mogen eigenlijk niet meer niet klagen. Nee. Vorig jaar wensambulance? Ja, vorig jaar wensambulance. Volgend jaar gaan we ook weer iets doen natuurlijk. Ja, want het wordt een jaarlijks evenement, hè? Ja, dat willen we wel gaan doen. Ja, zeker weten. Nou, ik denk dat mensen hartstikke leuk vinden. Het is mooi opgezet. Ja, een goed doel. Veel sponsoren, veel... Dit jaar was nog, heeft echt overtroffen nog van vorig jaar. Dus ja, we mogen echt in onze handjes knijpen met alle boxers, ondernemers. Wel echt. Ik sta bij de mascotte, hoe is het? Een gezellige middag. Gaat allemaal goed, hè? Geen rare dingen. Ik wens jou heel veel succes. Lekker warm, hè? Dankjewel. En jij sminkt voor Kika? Ja, zeker, zeker. Voor de eerste keer vandaag. Oh. Maar ja, ik werd gevraagd omdat ik zelf een beetje wil oefenen met sminken. En ik ook al wat lessen heb gehad. En het is gewoon ook een mooi doel. Het is gewoon gelukt, hè? Ja, toch? Wel. Zeker weten. Maar het is een mooi doel. Het is een heel mooi doel, vind ik. Ja, zeker. Ja, daar mag echt veel meer aandacht aan besteed worden. Ja, zeker. Ik kwam in aanraking met mensen die liepen voor hun eigen kind of voor neefje, nichtje. Vanaf dat moment ben je dan verbonden aan Kika, ja, zou ik maar zeggen. Ja, ik wou meer gaan lopen. En ik kom op hele leuke plekken om te gaan lopen. En op een gegeven moment is het toch wel meer omgedraaid van in plaats van een marathon lopen, zie ik mijn eigen meer als een charity runner. Hoeveel geld kan ik ophalen voor zo Kika? Ja. En dat heeft al geleid tot meerdere langlopende acties. En, nou ja, langlopend, dat is een goede, langlopend. Langlopende acties, onder andere Club van 42 hier in Bokstel. Voor elke kilometer, een marathon is 42 kilometer, heb ik een ondernemer die mij sponsort. Zo. Al jaren, de Club van 42. En ik ben hier nu uitgenodigd
door Marijke van... Nou, jij zegt uitgenodigd, ja. Maar het draait toch een beetje om jou hier. Nou ja, ik heel om jou benaderd, laat ik zo dan zeggen. Ze hebben vorig jaar hier voor het eerst een benefietmiddag georganiseerd. Dit jaar willen de medewerkers van het Eetpunt dat gaan wijden aan Kika. En toen hebben ze mij gebeld of ze dat mochten wijden aan mijn actie voor Kika. Of ter ondersteuning van mijn actie. Nou, dat vind ik heel bijzonder. Ik voelde me eigenlijk ook heel vereerd. Ik vond het ook een beetje lastig, omdat ik in eerste instantie omdat ik zelf altijd in actie ben. En nu hoefde ik eigenlijk niks te doen. Moet je aan anderen overlaten. Want allerlei artiesten komen er. Mensen uit Os, over, die komen gewoon hier naartoe om deze middag geslaagd te maken. Nou, dat is toch geweldig? Ja, super geweldig. Ja, nou ja, grote loterij. Veiling nog, van onder andere een PSV-shirt, een jasje van Snollerbolletjes gesigneerd. De loterij die loopt super. Geheid dat het een mooie opbrengst gaat worden. En elke euro telt in de strijd tegen kinderkanker. Dus hier loopt het super, maar wanneer loop jij weer super? Ik ben net terug uit Boston, 3 weken geleden. Nu ga ik de volgende in Amsterdam lopen, in oktober, en 3 weken later New York. En New York was speciaal, want mijn vrouw wordt 50 op de dag dat ik loop. Kijk. Ze is erbij, heel de familie gaat mee, tenminste mijn gezin gaat mee en mijn schoonvader gaat ook mee. Nou, heel veel succes en bedankt voor deze actie. Zijn er nog mensen die meer dan 200 euro burger willen? Ja? 250 euro aan deze kant. Een applausje, kom op! We gaan nu 250 euro. U bent de maakster van dit lekkers. Alweer, hè? Vorig jaar ook, hè? Ja, toen heb ik een stuk op. Dat was heel lekker. Ja, elke keer bij een evenement mag ik... Monsjoetaart. Monsjoetaart. Dat vind ik leuk. En dan, dit is voor een goed doel. Wat kost een stukje? 2 euro. Het is voor Kika. Euro. Wit 547. Nee, je bent de presentator van vandaag. Ja, ben ik voor gevraagd. Maar ja, Danny die lult ook in de kwak op elkaar en zo. Dus maar het is maar de valk in stilte, zullen we het zo zeggen. Ja, maar helemaal naar het Os hier naartoe? Ja, wel leuk toch, dat ik uitgenodigd weer. Ja, en ik weet niet waarom. Niet omdat ik zo'n geweldige stem heb natuurlijk. Maar, ik begrijp dat je alles grappig aan elkaar kunt praten. Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Maar ik ben wel gevraagd. En ook omdat ik natuurlijk met Kika, voor Kika veel doe met de 24 uur Solex race. Dus ook elk jaar allemaal voor Kika wat de teams bij elkaar rijden. Dus ik heb er wel een feeling met. En ze hebben ook zoveel werk verricht. Er zijn ook jongeren bij die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Die hebben waanzinnig mooie prijzen losgekregen bij de ondernemers hier in Bokstel. Veel oudere medewerkers, vrijwilligers die taarten hebben gebakken. Er wordt popcorn gemaakt. Nou, dat is echt super. Artiesten inderdaad. 3 verschillende volgens mij. Twilight drijven in die soort. Voor muzikale ondersteuning. Nou, dat is echt super. We hopen geweldig. Op een geweldige middag. Dat is het eigenlijk al. En dat er maar veel centjes op mogen halen.